Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Modern Warfare 3. Vandaag gaan wij een potje proberen om te winnen met onze sniper in de handjes. En ik hoop natuurlijk dat het goed komt. Ik moet hier weer eventjes aan wennen, joh. Dit is serieus mijn eerste potje weer op Modern Warfare 3 in een hele, maar ook echt hele lange tijd. Dus ik hoop dat jullie het vet vinden. En ik moet je wel zeggen, ik moet wel weer even wennen aan het snipen, man. Modern Warfare 3 was ook de Call of Duty, zeg maar, waarop ik het snipen zelf persoonlijk het fijnste vond. En, oh, zie je hem? En, ja, ik vind het nog steeds super leuk om gewoon die sniper erbij te pakken. En gewoon een beetje hopen dat je natuurlijk ook raak schiet. Je weet het maar nooit als je begint te snipen. Dat was een hitmark, dus vandaar dat ik ook mijn Magnum erbij pakte. Je weet het natuurlijk maar nooit. Maar je doet natuurlijk wel altijd je best. En je hoopt eigenlijk altijd dat je best doen ook daadwerkelijk genoeg is. Ah, ik wist dat hij dat liep, maar ik moest eerst mijn wapentje reloaden. Goeie kill, bro. Goeie kill. We staan eerst op dit moment. Free for all gaat natuurlijk tot de 30 kills. Voor de mensen die dat niet weten, dan weet je het nu. En oh, die was heel scheef. Dit was mijn fout. Gewoon in de oost. Oh, yo, wat? 2 achter. Oh, ik kan het nog. Ik kan het nog. Ik ben nu zo blij, hè. Ik zweer het je. Waar zit hij? Hij zit hier links te campen, man. Deze gozer, let op. Wacht, waar is hij nou? Hij zit hier rechts te campen, hoor. Dus ik moet heel veel opletten. Oh. Daar zat hij. Dit is zo leuk. Oh, ik heb het ook al zo lang niet meer gedaan, hè. Maar ik zweer het je. Oude Call of Duty's opstarten, jongens. En, oh, hitmarker. Oude Call of Duty's opstarten en gewoon proberen om echt je best te doen. En bijvoorbeeld weer een keer een sniper erbij te pakken. Dat is zo, maar ik echt zo leuk om te doen. Dat is niet normaal. Ik wist dat hij ergens had te kennen, maar ik wist niet waar. Dus vandaar dat ik een beetje voorzichtig was. En ik heb ook nog steeds mijn Advanced UAV staan. Yo, wacht even, die ding moet ik even inroepen. Oh, zit er een naast me. Oh. Hij zit beneden volgens mij. Volgens mij zit er iemand beneden te campen, maar ik weet het nu ook even niet meer zeker. Als ik een hitmark krijg, ik zweer het je, ik switch meteen naar mijn pistooltje, man. Want hitmarks, dat wil je gewoon niet krijgen. Oh, ik zal roep even mijn Advanced UAV in. Nu reload ik even mijn Magnumpje, zo. Oh, dat was een Counter UAV die ik inroep, oeps. Stomme hitmarks, als je natuurlijk een beetje onderop het lichaam schiet, dan is het logisch dat je die hitmarker krijgt. Want dan is die natuurlijk niet in één keer dood. Hey, stop even met die stomme hitmarkers, jongens. Wat ben je nou aan het doen, jongen? Even zonder grap. Je weet toch zelf... Oh my god! Oh my... Dit is serieus lekker, ouwe. Er moet er een hier komen. Hij komt hier beneden. Klim naar boven dan. Dankjewel. Nee, ik schoot mis. Oh, die was mis. Is niet erg. Kan gebeuren, hè. Kan niet alles raken, helaas. Als je dat wel kan, dan ben je een beestsniper. Zo makkelijk is het. Ik kan het niet anders zeggen. Hardscope. Hoppa. Hardscope is eigenlijk... Heel veel mensen zeggen altijd... Jan, dat was een hardscope. Of ze zeggen... Ja, dat was een hardscope. Ligt eraan wat voor stem je natuurlijk hebt. Maar officieel hoor je natuurlijk ook te snipen met hardscopes. Quickscope, dat is in de Modern Warfare... Tijden is dat een beetje ja, erin gekomen, om maar zo te zeggen. En sorry voor de Magnum. En ja, dat quickscope, dat hoort natuurlijk officieel niet met de sniper, weet je. Dus weet je, al die mensen die zeggen, ja, je hoort je quickscope. Officieel hoort dat niet, maar dat hebben mensen toen de tijd verzonnen. En het werkte goed. En nu snipt nog steeds iedereen in Call of Duty. En het is super, super leuk om ook een keer je snipertje erbij te pakken. En om te gaan lopen quickscopen. Maar hardscopes, ik vind zelf, ze horen er gewoon bij. Dus af en toe is het gewoon slimmer om eventjes... Waar zit hij te campen? Hij zit er... Dat was je niet. Sorry voor de... Er zit hier iemand te campen, bro. Sorry. Wacht even hoor. Ik moet nog één kill maken. Maar ik weet dus niet meer waar die zit. We zitten hier gewoon ergens, hoor. Nou ja, dat mag ook. Dat mag ook. Rem maar gewoon mijn richtpunt in.
Hey, dit was een hele snelle video, jongens. Gewoon weer even een keertje, ja, lekker is een potje gesnijpt. En het ging nog goed ook. Dus wil je nog vaker zien of gewoon af en toe een keertje tussendoor zien? Kan natuurlijk altijd, want ik vind het zelf leuk om te doen. Laat dan weten in de comments. Laat weten door midden van duimpje hoog. Modern Warfare 3 is nog steeds een hele leuke Call of Duty om te spelen. Hier en daar zitten er wel wat hackers in. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar voor de rest, leuk om te spelen. Awesome shit. En ik hoop dat jullie de video vet vonden. Thanks for watching, thanks voor de support. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.